Ja, Van Duin, ik wil heel veel van je weten. Laten we eens beginnen. Hoe was het om hier als tegenstander van je eigen clubje te komen? Nou, heel apart. Eigenlijk heb ik er geen moment last van gehad totdat ik hier voor de rest het veld opliep. Toen voelde het eigenlijk alsof mijn thuis stond onder mijn voeten lag. Ja, zo voelde dat eigenlijk. En het is gewoon eigenlijk raar om hier te spelen eigenlijk. Want ja, ik had natuurlijk voor mezelf nog gedacht dat ik hier voor dit jaar nog zou spelen. En helaas is dat toen anders gelopen. En dan kom je hier te spelen als Noordwijk zijnde. En dan win je hier 2-0. En dan maak jij die eerste treffer. Die tweede kwam ook eigenlijk van jou af, hè? Die bal op de lat die terugkwam. Ja. Maar dan maak je die treffer. Denk je dan heel even, ik juich niet? Nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik ben altijd iemand van je speelt voor Noordwijk. Quickboys heb mijzelf weggedaan. En ik scoorde de 1-0 en er kwam gewoon ontlading uit. En daar juich ik gewoon. En het was gewoon aan die kant en waar het gewoon voor mezelf was en voor het team. Ja, bij de 2-0 juichte ik niet en liep ik gewoon terug. Om gewoon respect af te tonen naar het publiek wat achter het doel staat. Want die hebben mij in principe altijd gesteund. Ja, daar zwaaide je nog naar, hè, toen je eraf gehaald werd. Ja, ik klapte naast hem. Want grotendeels zijn allemaal mijn vrienden die daar staan. Ja, daar zal ik altijd een levenslang respect voor hebben. Buiten het voetbal, want daar is voetbal niks bij, vind ik. Dan was ik net bij jullie in de kleedkamer, er werd een lied ingezet. We zwaaien met z'n allen naar Nieuw-Zuid. Wees eens eerlijk, ik denk dat jij niet meegezongen hebt. Wat denk je zelf? Jij hebt niet meegezongen. Ik heb niet meegezongen. Waarom niet? Nou ja, zwaaien met Sanne aan de Zuid. Het is mijn thuis, dus dan zou ik naar mijn eigen zwaaien. En dat doe ik liever niet. Je hebt eigenlijk van je eigen club gewonnen vandaag? Zo kan je het wel zien. Maar ik speel nu voor Noordwijk. Ja, daarover gesproken, ja. Waar gaat dit eindigen? 5 gespeeld, 15. Ja, nou ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we elke wedstrijd die we winnen gewoon moeten vergeten weer. En moeten doorgaan als we iets willen bereiken. We hebben toen gezegd van we gaan voor 12 uit 4 en dan naar Quickboys toe. Ja, en we hebben ook met z'n allen gezegd van joh, nou ja, weet je wat het is? Als we wat willen en we willen gewoon dit vasthouden, dan zullen we elke wedstrijd nieuwe doelstellingen moeten maken. En nu hebben we weer een serie dat we er weer gewoon 4 achter elkaar willen winnen. Het is een goede dag. Je vader en moeder van Duin zullen trots op hun beide zoons zijn. Hè? Want Huig, je broertje, die besloot toen jij ging om bij Quickboys weg te gaan naar Noordwijk, om ook maar naar Noordwijk te gaan. Die heeft vandaag met Noordwijk 2 gespeeld en? Volgens mij hebben ze 3-0 gewonnen en 3 keer gescoord heb hij. Ja, ik ben alleen maar trots op hem. Ik bedoel, ik heb tegen hem gezegd dat hij een keuze moet maken tussen Quickboys of Noordwijk. En daar heb ik bij gezegd, hier zou hij een derde komen. Ik zeg of je kiest om met je vrienden samen te voetballen. Of je kiest gewoon om altijd met Noordwijk 1 mee te trainen en elke week met 2 te voetballen. En ik heb gezegd dat bij Noordwijk voetballen beter voor zijn ontwikkeling is. Maar ik heb ook gezegd dat Quickboys wel zijn club is en dat zijn vrienden ook spelen. En ik heb gezegd. Ik heb aan beide kanten uitgelegd wat het beste... Als grote broer doe je dat dan? Ja, tuurlijk. Maar, ja. Je zei net even sorry tegen een aantal mensen van Quickboys. Waarvoor zeg je sorry? Heb ik sorry? Ja, tegen Marco van Duin van de supportersclub zei je net sorry, man. Ja, sorry. Het is een bescheidenheid. Ja! Nou, je wordt gedoopt. Ze zijn blij met je, hoor. Ja, nou ja. Je ziet het, hè. Nee, dat is alleen maar leuk. Ik bedoel... Het voelt goed. Niet alleen als team in het veld, maar ook buiten het veld zijn we gewoon goed met elkaar. Gaan we om. En dat is hartstikke goed, denk ik. Tot slot, zit je straks op de Duinwetering in de kantine of blijf je hier? Ik ga sowieso nog even hier bij mijn maat een biertje doen. Sowieso. Want die wacht ook op me. En daarna hebben we, als het goed is, Oktoberfeest op Noordwijk. Dus dan gaan we daarna daar naartoe. Je bent nog niet thuis? Ik ben nog lang niet thuis. Ik denk dat ze me vannacht uit de goot moeten vegen. Nooit meer naar huis, Jaap? Nooit meer naar huis.